Jongens, in de nieuwjaarsspecial klaagden jullie over mijn haar. Dus ik ben naar de kapper geweest. Jullie zijn er klaar voor, hoop ik, denk ik. Hier komen we, ik ben kaal, let's go. Ja. Nieuw haar! Deze dier met vandaag nieuw Advanced Warfare Live Cut commentary. Vandaag speel ik de game mode One Shot. En eigenlijk is dat niet speciaal, want het is al fucking oud. Dus vandaag wil ik het met jullie hebben over, ja, natuurlijk mijn haar. Want ik ben nooit echt zo de kapperman geweest. Ik had veel te lang haar, weten jullie ook wel. Het is door jullie dat ik naar de kapper ben gegaan. Want de comments waren 90% doet je haar, ga naar de kapper. Kijk, ik wist dat uiterlijk belangrijk was op YouTube. Maar ik had nooit, maar dan ook nooit in mijn leven gedacht dat jullie er zoveel aandacht gingen aan besteden. Want het was dan in één keer een video waar mijn haar gewoon fucked up was. En dan kreeg ik gewoon direct 500.000 meldingen van berichten die over mijn haar gingen. Dus ja, dan ben ik maar naar de kapper geweest en ik ben er wel blij mee. It's very nice. It's fresh haircut style nice. Maar dit is waarschijnlijk gewoon een van de enige keren dat jullie mijn haar zien. Want ik draag natuurlijk meestal een pet en ja, tja. En holy shit, ik suk in quickscope. Laten we maar gewoon stoppen. Dus yo YouTube, natuurlijk heb ik ook een onderwerpje die wel nuttig is. Die wel logisch is en die wel jullie iets boeit. En dat is natuurlijk school, want school is weer begonnen. En ja, dat betekent gewoon dat ik weer weinig tijd heb. Video's maken kost veel tijd. En ja, dan met school, huiswerk, leren, begint dat wel moeilijk te worden. En dagelijks uploaden neemt enorm. Enorm. Maar dan ook echt enorm veel tijd in. En als ik dan nog een keer goede punten wil voor school, en video's wil maken, dagelijks wil uploaden, en nog een leven wil hebben, dan ja, dan heb ik eigenlijk gewoon geen tijd meer. En dat is eigenlijk wel het geval. Dus ja, ja. Ja, als je je best probeert te doen voor iets, dan kost dat veel tijd, zeggen ze wel. Ja, als ik zo kijk hoeveel tijd ik in YouTube stop, dan... Ja, dan zie ik ook wel dat er veel tijd in zit. Holy motherfucking shit. Daar is er nog een kleine bitch. Daar is er iemand die dood moet. Hey. Another kill around here. Another kill around here. Another kill around there. Dus ja, het wordt moeilijk om nog dagelijks te uploaden. Maar YouTube komt op de eerste plaats. Dus YouTube ga ik gewoon niet laten vallen. Het is een hoofdprioriteit. Terwijl ik video's aan het opnemen ben, drink ik altijd fucking veel water. Gewoon omdat, ja, ik weet niet, dat de houten keel nat. En dan kan ik blijven doorpraten. Dus water is goed. Je mag er zoveel van drinken of dat je wil. Dus ja, zeker aanrader. Nooit hopen dat ik gesponsord ben door Evian, by the way. Dit is een dikke productplaatsing. En ik hoop dat jullie een beetje een leuke vakantie hebben gehad. Natuurlijk teruggaan naar school is altijd een ramp. En ja, dat is gewoon niet leuk. Maar het moet ook gebeuren, anders heb je gewerkt later. En ja, anders ben je de lul. Ik ga sowieso meer Advanced Warfare beginnen uploaden. Want met Minecraft heb ik een beetje pech gehad. Problemen met de opnames, de server en shit. Dat ging allemaal heel goed. De server was perfect. Ik heb een goede sponsor geworden voor servers. Maar ik ben ook niet zo de Minecraft guy. Maar ik zeg het jullie, Minecraft komt sowieso terug. En holy shit, we worden bekogeld door 94 mensen. Die moeten natuurlijk dood. Daar is hij ook. En ik kan jullie wel zeggen, na de patch op Advanced Warfare, de beste gun, de bal is pretty fucked up. Zero damage. Het is echt een kutwapen. Maar dus ik hoop dat jullie het niet al te erg vinden dat Minecraft een beetje vertraging heeft. Ik vond het wel leuk om te doen, maar met die opnames was het een beetje kut. Dat OBS, alles traag en ik weet niet. Ik zoek een alternatief, ik heb er eigenlijk alleen gevonden. Maar het is weer een beetje moeilijk om het weer een beetje op te starten. Dus het komt allemaal goed. Het excite me ook elke keer weer fucking hard als ik die 300 fucking likes haal. Het is gewoon elke keer weer een fucking feest als ik zie dat wij 300 likes hebben gehaald. Dat is niet normaal. De support is over de top. En als jullie de video's blijven liken, dan blijf ik ze maken. En blijf ik excited zijn. Dus ik zou zeggen, smash die like. Maak mijn dag. Hopelijk kunnen we 300 likes knallen. Het is gewoon een van mijn grootste motivaties geworden op YouTube, die likes. Het is een soort van bedankje voor het werk die hierin stopt. En het is gewoon epic dat we zoveel likes kunnen pakken op elke video. En het is super leuk als ik zie dat we die 500 duimpjes omhoog halen op een vlog. Dat ja, motiveert me gewoon enorm om meer te vloggen. Elke maandag komt er bij twee een vlog op mijn channel. Dan heb je ja iets dat de week al goed begint. Dus daar kunnen jullie elke maandag gewoon lekker op verheugen. En ik suk in Advanced Warfare nu. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb te lang niet meer gespeeld. Maar nou, ik probeer er het beste uit te halen. Oké, die ratio op Advanced Warfare is wel 1.60. Wat veel slechter is dan anders, maar ik weet niet, het is top. Maar hierbij is het dan ook tijd geworden om de video af te sluiten. Morgen komt er een hele speciale video. Ik hoop dat jullie er een beetje excited voor zijn. Ik kan jullie niks zeggen, maar ja, kom morgen gewoon kijken op mijn channel. Ik
komen jullie deze video leuk vinden. Dikke, vette, dikke vette, vette dikke. Shoutout naar Lennart Designs. Check de beschrijving, de comments, alles. Zieke designer, heeft de outro gemaakt, jullie zo meteen zien. Ik ben Acid, ik hoop dat jullie Lennart een keer uitchecken. Sub zeker op zijn channels, volg hem op social media. Ik ben Acid. En ik zeg, bitch, smash die like, drop een comment. Ga Lennart zijn channel checken voor zijn ziekste designs. Ik ben Acid. En ik zeg, adios, bitches. Oei.